Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 19 februari. De Heilige Geest ontvangen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Handelingen 1, vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. In Handelingen 1, vers 8 belooft Jezus dat, wanneer de Heilige Geest over ons zal komen, wij de kracht zullen ontvangen om van Christus te getuigen tot aan het einde van de aarde. Veel christenen volgen alle juiste regels, maar vragen zich af, is dit alles wat er is? Als jonge christen heb ik dezelfde leegte ervaren. Het doen van de juiste dingen bracht tijdelijk geluk, maar geen diepe bevredigende vreugde. Ik schreeuwde het uit, God, er ontbreekt iets. Tot mijn verbazing vulde Jezus mij slechts een paar uur later met de aanwezigheid van de Heilige Geest op een manier die ik nooit eerder had meegemaakt. En alles veranderde. Ik voelde zijn kracht in mijn leven op een nieuwe manier. Als je elke dag tijd besteedt met God en de Heilige Geest ontvangt, dan meld je je niet aan voor een enge vreemde ervaring. Je ontvangt gewoon zijn kracht om meer als Jezus te worden en zijn wijsheid om door alle vreemde gebeurtenissen heen te lopen. Wees niet bang voor nieuwe dingen. Zorg er alleen voor dat ze Bijbels zijn. Ik geloof dat God ernaar verlangt om je naar nieuwe hoogtes te brengen door de kracht van dagelijkse interactie met zijn Heilige Geest. Hij klopt aan de deur van je hart. Wil je deze wijd openen en hem verwelkomen? Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik wil leven als een christen die vervuld is met de kracht van uw Heilige Geest. Laat me zien hoe ik in de diepe, bevredigende vreugde die wij van uw Heilige Geest ontvangen, kan leven. Ik dank u voor de kracht en wijsheid om door elke dag en elke situatie in uw rechtvaardigheid, vrede en vreugde heen te lopen. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.